Jongeren in Assen. Er zijn er nogal wat. Ruim 8000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar wonen in de provinciehoofdstad. Met allemaal verschillende opleidingen, hobby's, meningen en ideeën. Maar over één ding zijn ze het eens. Er mist nogal wat in Assen voor de jeugd. Nou, op zich mis ik het uitgaansleven hier wel heel erg. Want als je nu uit wil gaan, dan moet je naar Bijlen of naar Groningen gaan. En in Assen heb je nagenoeg niks. Volgens mij heb je in Pand 17 wel wat, maar verder heb je niet heel veel qua clubs en dat soort dingen. Dus dat mis ik wel. Ja, ik mis vooral toch een beetje uitgaansgelegenheden, maar toch ook wel meer kunst- en cultuurdingen voor jongeren. We hebben nu het Dresmuseum, maar dat zijn voornamelijk wel wat oude kunstdingen, maar weinig moderns. En je hebt natuurlijk een heel tof theater bij ons in de buurt en daar hebben ze wel heel veel toffe programmeringen. Maar ja, dat kan natuurlijk, het is vrij duur als je daar als jongere ook heen gaat. Vooral uitgaansgelegenheden, denk ik. En vooral dingen voor jongeren om te doen ook, want er is gewoon niet zoveel te doen hier in Assen. Aan voorziening iets wat je met vrienden kan doen. Dus je hebt wel voetbaltraining wat je, of gewoon een voetbalclub waar je kan aanmelden. Alleen er is niet echt iets, een organisatie of zo, waar open dagen voor zijn. Of ergens hier in Kloosterveen of hier ergens in Assen, waardoor je iets kan doen. Dus gewoon met vrienden een voetbalpartijtje organiseren of iets anders, gewoon in de stad iets leuks. Dus er is niet heel veel aanbod of zo om iets te doen met vrienden. Je moet er wel echt zelf je initiatief nemen daarvoor. Wel, gewoon een beetje een plek waar iedereen kan zitten. En je hebt het wel met plein 10 en zo, maar het gaat dicht na verloop van tijd. En het is ook wel prijzig. Eigenlijk is het meer een plek om te eten dan om echt gewoon warm binnen te zitten en je ding te kunnen doen. Dus dat mis je wel. Een beetje een plek om zeg maar naartoe te gaan wat ook overdekt is. En dat je niet als het koud is of zo buiten ergens moet gaan zitten in de regen. Ja, eigenlijk dat. Dat er echt een plek komt, speciaal voor jongeren, niet om iets te leren of om iets van educatie te krijgen, maar om puur plezier te hebben, vermaak, te genieten en gewoon eventueel zelfs gewoon een beetje te kunnen hangen. Gewoon iets doen wat je zelf leuk vindt, samen met je vrienden bij elkaar komen. Niet dat je dat alleen maar bij een kruifkoortje hoeft te doen, maar ook gewoon ergens binnen met wat muziek en een drankje. Een gezellige een plek voor jongeren waar we echt kunnen zitten met z'n allen gewoon. En we missen nog wat grotere winkels zoals in Groningen. Plek waar we met z'n allen kunnen hangen of zo. Yeah. Nou, als is het eigenlijk of je zit binnen bij iemand, daar is een feest. Of het is, je bent buiten, zeg maar. En ja, naarmate je ouder wordt, dan mag je wel meer. Dan is er wel meer te doen, maar voor ons nu niet. Sowieso een kroeg. Nou ja, niet echt een kroeg, gewoon een clubje of een club. Ja. Waar je met mensen kan zijn. De jeugd klaagt al langer dat er te weinig te doen is in Assen. Een aantal jaren geleden verdwenen er meerdere uitgaansgelegenheden in het centrum. Daarnaast vinden ze dat er vooral aandacht is voor kinderen. Het gevolg? De meeste jongeren trekken weg uit de stad. Nou, als je op kamers gaat, gaat eigenlijk iedereen vaak wel naar Groningen toe of zo. Ja. Ja, dus in dat geval heb je qua jeugd, denk ik, dat de meesten wel een andere stad kiezen dan Assen. Ja. Ja, de meesten gaan naar Groningen toe. In ieder geval om te studeren en vaak ook daar wonen. Ik denk eigenlijk dat 95% van mijn mensen om me heen of naar Groningen of naar een andere stad verhuizen. Niet alleen om te gaan studeren, maar ook omdat ze dus graag wel iets willen doen. 'S avonds iets met hun vrienden willen afspreken. In plaats van elke avond bij iemand thuis moeten zitten of buiten in de kou moeten staan. Jongeren onder de 18 zoeken vertier in de dorpen om Assen heen. Ja, heel veel gaan of naar Bijlen. Of naar Groningen toe, om naar zo'n jongerenkroeg zeg maar te gaan, maar daar moet je of allemaal 18 of 16 voor zijn. Niet iedereen die is 18 of 16 jaar en dat is ook wel jammer dat niet 15-jarigen die bijvoorbeeld bijna 16 zijn daar niet heen kunnen. Ja, er is wel een tijd geweest toen de coronamaatregelen versoepeld waren dat heel veel jongeren uit Assen naar Bijlen gingen. Café Bart Zwaantje en dat was dan wel iets waar iedereen heen kon, maar in Assen zie je dat nergens. Maar daar kan het ook flink misgaan. Ik had hier vorige week had ik hier mensen zitten, twee mannen, die waren hier aan tennissen. En die zei van, mijn dochter is dronken thuisgekomen uit Bijlen. Hij zegt, ja, dat kan niet, 15 jaar, ze kwam helemaal op een kop thuis. Nou, daar moet je wat aan doen. Voor jongeren die wel in Assen blijven, zit er niks anders op. Ze moeten of hun ouders lief aankijken, of ze zoeken een plekje buiten om met vrienden te hangen. In het park, bij de skatebaan of in de binnenstad. En dat zorgt dan weer voor irritatie bij buurtbewoners. En de cijfers liggen er dan ook niet om. In 2021 kwamen er ongeveer 900 meldingen binnen van jeugdoverlast.
zaten altijd buiten. We hebben altijd al buiten geweest, gezeten. Daar werden we ook wel eens weggestuurd vanwege overlast en zo. De meeste, zeg maar, oudere mensen, die schrikken zich af van ons, zeg maar. Omdat wij jongeren zijn en niet altijd goed zijn voor dit en dat, weet je wel. Dus die vinden het niet altijd leuk dat de jongeren over straat gaan. Als je naar buiten gaat, ja, krijgen mensen last van je. Of die gaan, ja, die kijken heel anders naar ons, zeg maar, dan dat wij zelf doen. En ja, dan krijg je best wel veel overlastmeldingen. Mensen krijgen last van je, terwijl je eigenlijk gewoon buiten bent, omdat je niks anders te doen hebt. Ja, en dat merk je nu helemaal in de tijd van corona. Ja, er gaat gewoon heel veel kapot aan assen. En dat snap ik ook wel, want het is niet bewust dat ze dat doen. Maar die kinderen die kunnen hun energie niet kwijt, niks. Kunnen nergens heen. Ze kunnen nergens heen. Want overal staan ze met een vermanende vinger omhoog. Als het de gemeente niet is, die zegt van, nou, je mag hier niet rondhangen. Nou ja, dan moet je ze ergens anders onderbrengen. Maar ja, daar denken ze niet over na. Alleen maar de vinger omhoog. Maar als er over jongeren wordt gesproken, wordt er altijd over problemen gesproken. Het is altijd hangjongeren, het is altijd vandalisme, het is altijd rellen, het is altijd niet goed of het deugt niet. Terwijl het overgrote deel, die wil gewoon samen zijn. Gewoon gezellig iets met z'n allen doen, elkaar ontmoeten. Nou, geef die overgrote deel nou gewoon voordeel van de twijfel en de kans om te laten zien wat ze kunnen. Kortom, er moet iets gebeuren. In deze serie spreken wij met verschillende jongeren, initiatiefnemers en de gemeente om te onderzoeken wat jongeren in Assen nodig hebben en wat er al wordt gedaan. Als je natuurlijk naar andere steden kijkt, zijn er nu wel meer aanbiedingen wat je kan doen. Ik denk dat het hier zeker ook wel meer kan. Het is een goed begin, maar het kan altijd meer, ja.